Hey, hallo Bax Music, mijn naam is Martin. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. In de video van vandaag kijken we naar 3 nieuwe rookmachines van Ayra, de WSM X-serie. Daar gaan we. Voor mij vandaag staan 3 Ayra WSM X rookmachines. We hebben de X1, de X2 en de X3. Het grootste verschil tussen deze modellen is eigenlijk wel het wattage, dus hoe krachtig zijn deze rookmachines. De WSM X1 heeft 900 watt aan vermogen, de X2 1200 en de X3, voor wanneer je een ruimte heel snel blank wilt zetten, 1500 watt aan vermogen. Er zit nog een groot verschil tussen de X1 en de 2 en 3 en dat is deze makkelijk uitneembare vloeistoftank om dus inderdaad gemakkelijk en zonder te morsen je rookvloeistof bij te vullen. Deze werken fantastisch samen met ook de Ayra rookvloeistoffen. Deze rookmachines zijn compleet van metaal gemaakt, kunnen dus goed tegen een stootje, kunnen dus een aantal evenementen zeker en met gemak hebben en zijn dus een aanschaf voor de wat langere termijn. Ze hebben ook een dubbele ophangbeugel en een handvat waarmee je dus deze makkelijk kunt vervoeren. Pas natuurlijk wel op, deze worden warm wanneer ze aanstaan. Hier in deze ruimte kan ik ze helaas niet demonstreren, want ik heb een rookalarm vanwege al mijn verlichting hier zo. Maar ik zal deze zeker meenemen naar de winkel, zodat jullie de power van deze unit kunnen zien. Daarbovenop is de aansturing voor deze apparaten gelijk. Je kunt deze aansturen direct met de knop. Je hebt een DMX aansturing die je kunt zetten en deze krijgt ook allemaal een RF afstandsbedieningje mee, waarmee je dus op afstand inderdaad op de knop kunt drukken en er komt rook uit jouw apparaat. We zijn natuurlijk al bekend met de Ayra rookmachines, de vorige generatie. Dit is de nieuwe generatie en eigenlijk de grootste verbeteringen zijn dingen die ik jullie niet per se kan laten zien. Het is een compleet nieuwe interne opbouw van de Ayra rookmachines, die natuurlijk met de lessen van de vorige generatie zijn ontwikkeld om zo een nog duurzamer product te maken die nog beter zal functioneren. Kan ik helaas moeilijk laten zien, kan ik ook helaas moeilijk echt specifiek over uitleggen. Maar weet dat dit apparaten zijn die langer mee zullen gaan dan zijn voorgangers, efficiënter zullen omgaan met de stroom en natuurlijk een betere rookpluim zullen produceren. Daarbuiten is ook een enorme verbetering op deze machines, het digitale display en ook de menumogelijkheden die je hebt binnen deze units. Een van de features die hieraan is toegevoegd, die je dus ook niet had bij de voorgangers, is bijvoorbeeld een interne timerfunctie, dat als je een consistente hoeveelheid aan rook in jouw ruimte wilt hebben, dat je de timer kan instellen naar de gewenste hoeveelheid en dat je deze gewoon lekker kunt laten gaan. Lekker hands-off, zonder inderdaad handmatig op de knop te hoeven drukken iedere keer. Het is natuurlijk wel mogelijk met de groene knop op de achterkant, maar dat terzijde. Daarbuiten is er ook nog een functie om jouw RF remote aan of uit te zetten. Dat is natuurlijk fijn wanneer je deze via DMX aan het besturen bent, dat niemand met een RF remote jouw rookmachines kan laten afgaan wanneer je daar geen zin in hebt. Dus dat is fijn om eventuele lolbroeken eigenlijk buiten de deur te laten. Wanneer je deze dus met DMX bestuurt, bestuur je deze via één kanaal, via digitale adressering, wat je allemaal inregelt via het handige nieuwe menu. En in feite somt dat de nieuwe WSM X-serie van Ayra eigenlijk al wel op. Het zijn doorontwikkelde apparaten tegenover de voorgangers, de rookmachines van Ayra die we al kenden natuurlijk. Maar ditmaal met een snellere opwarmtijd, met meer rookproductie door dat hogere wattage, grotere tanks, zodat je ook langer door kan gaan. Al met al, het is een upgrade, het is een rookmachine die beter is dan zijn voorganger. En hopelijk blijft Ayra in die trend ook zeker doorgaan door iedere keer sterkere en betere en efficiëntere rookmachines te produceren. Mij rest alleen nog maar om deze machines mee te nemen naar de winkel waar ik wel een rookmachine mag gebruiken zonder dat het alarm afgaat en iedereen ineens buiten moet gaan staan. Het regent, dus niet zo fijn. En dat natuurlijk aan jullie te laten zien, zodat jullie een beeld krijgen bij hoe deze rookmachines functioneren. Het is aan te raden om deze te gebruiken met Ayra rookvloeistoffen ook. Daar zijn ze uiteindelijk op gebouwd, dus dat wil ik ook zeker nog even vermelden voordat ik afsluit. Maar bij die afsluiting, meer informatie over deze 3 rookmachines vind je natuurlijk in de beschrijving onderaan deze video. Dan kan je alle informatie, specificaties nog een keertje rustig nalezen. En ik hoop oprecht dat je wat hebt gehad aan deze video in het maken van één keuze voor jouw volgende rookmachine. Als dat zo is, of je vond de video gewoon leuk, duimpje omhoog, worden we enorm blij van. Vragen of opmerkingen zal ik ook zeker doorsturen naar onze productspecialisten. Dus stel ze vooral in de comments en dan geven we zo snel mogelijk antwoord op jullie. Abonneer je op het Bax Music YouTube kanaal en ik zie jou heel graag terug bij de volgende video. Tot ziens!